Hey allemaal, welkom terug op mijn kanaal voor een wel hele speciale unboxing. Ik heb ze hier eventjes naast mij gelegd en ik moet er eventjes wat kracht op zetten, want hier is hij dan, de Cult Beauty Advent Kalender. Hij is er geraakt. Hij is tot bij mij geraakt en daar ben ik zo blij om. Ik ga hem meteen eventjes gebruiken als steuntje voor mijn arm. Ja, het is zover, hè. Het is herfst. We gaan richting de feestdagen en de beauty advent kalenders doen terug hun intrede. En ook ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar wat de verschillende merken en winkels voor ons in petto hadden. Je kan natuurlijk gaan voor een adventkalender van één specifiek merk en dan heb je alles van dat merk in de adventkalender zitten. Of je gaat, zoals ik gedaan heb, de multimerkenroute. Er waren twee adventkalenders waar ik over aan het twijfelen was. Dat was enerzijds die van Cult Beauty en anderzijds die van Space & K. Die zaten zowat in dezelfde lijn. In die zin dat ik hou van een goede mix tussen skincare en make-up. Ik hou van make-up, maar een goede skincare is evenzeer belangrijk. En dus ja, apprecieer ik dat wel als er zo van alles wat in zit. Cult Beauty in het bijzonder, omdat zij ook heel veel full-size producten voorzien. En hoewel dat het geen goedkope adventkalender is, ik heb er een £215 voor betaald, krijg je een waarde terug van ruim £1000, wat natuurlijk heel erg mooi is, dat je meer terugkrijgt dan wat je er zelf ingestoken hebt. Ik vind wel dat je op voorhand goed moet kijken of dat wat erin zit, dat dat echt iets voor u is. Dan is de verrassing misschien een beetje verbrot, maar anderzijds is het ook wel jammer om dat geld uit te geven. Er zijn natuurlijk heel veel adventkalenders, van betaalbaar tot echt wel high-end. Bijvoorbeeld die van Chanel, Dior of Guerlain. Ja, die kosten ettelijke honderden euro's meer dan deze. Ik denk dat dat meer de adventkalenders zijn voor de echte diehard liefhebbers van die merken. Omdat ik niet geloof dat je daar waar voor je geld gaat krijgen. Maar bij die van Cult Beauty, jawel. Zeer, zeer blij mee. Het was minder chaotisch om hem te bestellen dan vorig jaar. Vorig jaar was het een en al drama, lag de site plat. Dit jaar hadden ze dat beter aangepakt met een soort van wachtlijst, mailinglist. En dan kreeg je op het moment dat de box gelanceerd werd een mailtje met een rechtstreekse link. Die in principe ook enkel werkte als je op de mailinglist stond. Zodat je zonder problemen kon bestellen. Ik heb echt 3 keer moeten klikken, inloggen, betalen en klaar. Ik heb er wel eventjes op moeten wachten. Er waren redelijk veel bestellingen. Alle begrip daarvoor. Maar hij is ietsje later toegekomen. Begin november gaan ze nog eens de adventkalender droppen. Dus mocht je hem deze keer gemist hebben, geen probleem. Schrijf je op de wachtlijst en je hebt nog altijd een tweede kans. En dan zou die in principe op tijd moeten toekomen. Zodat je tegen december dagelijks een vakje kan opendoen en genieten van al het moois. Ik vind het ontwerp erg mooi. De kleurtjes spreken mij natuurlijk wel aan. Het is een beetje een abstract kunstwerkje. Het is ook volledig recycleerbaar. Het enige wat je eruit moet halen is een magneetje dat hierin zit. Maar voor de rest is het allemaal karton en papier. Dus ideaal. 2 deurtjes die je kan opendoen. Ah, en dan zie je 25 vakjes. Sommige adventkalenders gaan tot en met dag 24, kerstavond. Cult Beauty die ging tot dag 25, kerstmis. Dus zeer, zeer fijn. Toen ik op Instagram postte dat ik hem besteld had, kreeg ik onmiddellijk een paar verzoekjes om hem te unboxen als hij hier was. Dus bij deze, spoiler alert, hè? Als je niet wilt weten wat er in de adventkalender zit, kijk nu niet verder, klik weg, ga iets anders kijken. Maar als je wel benieuwd bent en wilt weten wat er te wachten staat, ik ga ze 1 voor 1 open doen en mijn mening geven over de producten. Vakje nummer 1, dat is meteen een full size. Dit merk zat vorig jaar ook in de adventkalender. Het product zelf is wel anders. En dat is op zich wel fijn dat er niet te veel herhalingen in zitten van de producten. Maar dat je wel de merken verder kan leren kennen. Dit is Jordan Samuel Skin. Hydrate the Mist. Dit is een full size, dus je kan hem gebruiken 's morgens als een soort van toner na de reiniging. Of gewoon overdag om de huid een beetje te verfrissen. Het ziet er mij een handig spreken uit. Dus met nummer 1 beginnen we al meteen op goede voet. Achter vakje nummer 2 verschuilt zich Briogeo. Dat is een merk dat ik zelf alleen maar ken van op YouTube. Er is een Amerikaanse YouTuber die ik volg die dat deze haarproducten echt de max vindt. Dus op zich is het wel leuk dat ik deze dan zelf ook eens kan testen. Dit is de Scalp Revival. Charcoal and Coconut Oil Micro-Exfoliating Shampoo. Dit is waarschijnlijk zo'n hele donkergrijze shampoo die dat goed de hoofdhuid en de wortels van de haren reinigt.
Als je een gezonde hoofdhuid hebt, ja, dan ga je in principe ook wel gezond haar krijgen. Dus dit is zoiets dat je dan één keer per week of zo kan gebruiken om de build-up echt af te breken en met een proper lei te beginnen. Doosje nummer 3 is klein, maar is wel een full size. En eentje waar ik zeer, zeer, zeer blij mee ben. Want het is Victoria Beckham Beauty. Oh my god. Yes, dit is een van haar lipsticks. Posh lipsticks. Ja, Posh Spice was natuurlijk haar bijnaam. En als zij een lipstick uitbrengt, dan ja, Posh lipsticks. Dat past perfect. Het is een hele mooie verpakking. Mooi kwalitatief, heavy. Zo'n beetje gevlamd, tortoise. Openklikken. En het... Ja, het grappige is dat ik effectief heb zitten kijken om deze lipstick te kopen in deze kleur. Dit is de kleur Pout, een mooie neutraal roze kleur. Toen dat ik zag dat deze full size in de adventkalender zat, toen ja, had ik al meteen zoiets van, oh yes, dit wordt een goede editie. Ik ben heel blij dat er een keer een mooie neutrale roze lipstick bij zit. De meeste adventkalenders, ja, die vervallen een beetje in het cliché van de rode lipstick met kerstmis. Dat kan ik heel het jaar doordragen uiteraard. En ja, een super mooi high-end beauty merk. Die ik zelf had willen kopen, maar dat ik niet gedaan heb. Omdat het, ja, Victoria Beckham is like very expensive. Dus dat maakt deze adventkalender in één klap heel erg interessant. Nummertje 4 is wel een herhaling van vorig jaar. Maar eentje dat ik op zich niet zo erg vind. Ik ben op dit moment deze aan het gebruiken. En ik ben wel blij dat ik mijn backup heb. Want ik vind het eigenlijk wel een heel fijn product. Dit is van Glow Recipe. En dit is de Watermelon Glow PHA en BHA Pore Tight Toner. Dus eigenlijk is dat een toner. Een hydraterend iets dat je 's morgens of 's avonds na de reiniging gebruikt. Maar er zitten ook fruitzuren in. En die zorgen ervoor dat je huid ook een beetje geëxfolieerd wordt. Dus dit helpt gewoon om alles er heel erg goed te laten uitzien. En aangezien dat ik tevreden ben van het product, vind ik het helemaal niet erg om hier een backup van te hebben. Dus yes, een herhaling van vorig jaar, maar eentje dat ik vergeef en vergeet, want deze is gewoon heel erg goed. Nummertje 5, skincare. Pharmacy skincare. En dat is ook een merk dat ik wel ken, allee, van naam, maar er nooit van geprobeerd heb. En dat is wel het fijne aan zo'n adventkalender. Je leert wel mooie high-end merken kennen, die dat je misschien niet meteen zelf zou gekocht hebben, om welke reden dan ook. Maar in één keer krijg je die hele lading over je. En dit is hun Green Clean Makeup Melt-Away Cleansing Ball. Het is 50 ml, dus dat is misschien niet full-size, maar zo wel de helft van een full-size. Ik heb geen idee. Het is alleszins zo'n potje waar dat de balsem dan in zit. Je krijgt er een spateltje bij om hem eruit te halen. Ja, zo'n oliereiniger, balsemreiniger, dat is ideaal om de make-up echt af te breken op een heel zachte manier. Heel efficiënt. Dus als je make-up draagt, en zeker als je verschillende laagjes make-up op hebt, is dit wel heel erg fijn. Ik ben sowieso fan van oliereinigers. Dus ik sta wel te popelen om deze Green Clean een keer aan een test te onderwerpen. Ja, en over nieuwe merken gesproken. Achter nummertje 6 zit er iets dat ik niet ken. Live Tinted, de Hue Glow voor face and body. En dan denk ik meteen aan glowy druppeltjes. Apply to face and body for everyday glow. Wear alone or over make-up. Oké. Okay. Het is de kleur... Dawn, en dat ziet er mij zo roze metaliek uit. En het is inderdaad een beetje wat ik verwacht had. Dus dit is een soort van droppertje. En ik denk dat dat hele mooie glowy druppeltjes zijn met heel veel shimmer. Ik vind het ook een mooie dop, dus zo rosé goud. Fancy en duidelijk full size. Dus ik denk dat je hier heel, heel, heel lang mee toekomt. Want volgens mij heb je maar een paar druppeltjes nodig om een mooie highlighter te krijgen. En ja... Ik hou al van highlighter, dus hier ben ik ook blij mee. Nummertje 7 is een mini. Ja, duidelijk een mini Shiseido. Weliswaar een heel mooi merk. Maar een dagcrème in de vorm van 15 ml. En ja, dat is duidelijk geen full size, geen travel size. Een mooie luxe straal zou ik dit noemen. Dit is een dagcrème Vital Perfection Uplifting Firming Cream. Dus duidelijk anti-aging. Dat kan mijn huid zeker wel gebruiken. Mooi staaltje, zeker ook wel. 15 ml is niet niks, dus daar kun je wel even mee verder. En dat geeft u toch de tijd en de mogelijkheid om dit verder te testen. Shiseido is een mooi merk, zeer tevreden mee. Op dag 8 gaan we verder met de fancy skincare.
Augustinus Bader is een herhaling van vorig jaar. Toen zat er de Rich Cream in. Die was eerlijk gezegd veel te rijk voor mijn gemengde huid. Ik heb die dan uiteindelijk verder gebruikt op mijn décolleté. Dus mijn décolleté heeft de meest fancy, dure skincare gehad. Maar ja, echt, als ik die te vaak gebruikte op mijn huid, dan kreeg ik daar zo wat verstoppingen van. En dat was niet oké. Okay. Dit jaar zit er Augustinus Bader in, maar met de Face Oil. 10 ml, dat is zo wat een probeer-size. Ik denk dat ze die ook zo verkopen op de Cal Beauty site. Augustinus Bader is natuurlijk super high-end skincare. Dus als er zoiets in zit, dat betekent dat het wel de moeite waard is. De olie, ik denk dat ik die ga mengen s'avonds met mijn nachtcreme. Een paar druppeltjes en dan kan ik er misschien wat langer mee doen. Maar het ziet er alleszins veelbelovend uit. Dag nummertje 9. En dan zitten we met een mascaratje, full size. Nog nooit van dit merk gehoord. Sweet Lashes. Dus ik denk, ja, inderdaad, een Zweeds merk precies. De Pro Lash Lift Mascara. Een mooie, vrolijke verpakking. En ik denk dat die vooral zorgt voor goede lifts. Oh ja, inderdaad. Geen borsteltje, geen echt kwastje, maar zo een soort van spiky stokje met alleen aan de ene kant kleine borsteltjes, haartjes om de wimpers echt omhoog te duwen. Ik denk dat het echt dient om de wimpers een super lift te geven. Ik heb geen idee of dat dit zorgt voor veel volume of niet, maar ik ga hem absoluut testen. Dag nummer 10. En dit is waar dat ik de adventkalender van Cult Beauty zo tof voor vind. Soms krijg je gewoon meer dan één product. Hier zit om te beginnen in de Supergoop Glow Screen. Dat is een SPF 30. Vorig jaar zat de Invisible Screen erin. En op zich vind ik dat niet echt een herhaling. Het is gewoon hetzelfde merk, maar een ander product. En ik vind het wel fijn dat ik zo een keer de twee naast elkaar kan zetten. En kijken welke van de twee ik het beste vind. En dan... Oh! Meer zonnebescherming, maar dan van binnenuit. Gummies. Here Comes the Sun van die... Vitamine D gummies van het merk Hum. Wat zeggen ze allemaal? Charge up without sunburn. Oké. Een hoog vitamine D3 gehalte dat ervoor zorgt dat je huid, je humeur, je immuunsysteem en de opname van calcium verbeteren. En er zitten er 30 in en je moet er maar eentje per dag nemen. Dus dat betekent dat je hier een ganse maand mee toekomt. Yes! Dus zonnebescherming van buiten en van binnen. Helemaal onbekend voor mij. Nummertje 11 is Audacité Pure Elements. Nog nooit van gehoord. Dit is CAR, of C-A-R. Wild Carrot Serum Concentrate. Dus dit is eigenlijk een soort van super geconcentreerd serum. Waar dat je 2-3 druppeltjes mengt met je crème. Met de bedoeling voor wat glow en éclat te zorgen. Dus lijkt me zoiets dat Vichy ook al gedaan heeft met van die vitamine C druppeltjes die dat je moet mengen met je serum of je crème. Benieuwd. Doosje nummer 12 verwend met nog meer skincare. Dit is Autocorrect van Sunday Riley. Ook een high-end merk. Ja, mai. Dit is een full size. Dit is voor de ogen. Een brightening en depuffing eye contour cream. Dus 15 ml is wat de standaard full size. Een matte, een fijne pomp. En precies een goede verpakking om de ingrediënten vers te houden. Ik zie cafeïne staan. Ik zie instant lift, depuffing. Oké, tegen de donkere kringen. Het doet een beetje van alles wat. Dus zeer benieuwd naar deze ook. Zoals je weet, mijn oogzones zijn zo van mijn zwakke plekken. Dus daar ga ik altijd op zoek naar de beste oogverzorging. Lucky number 13 is weer een full size van Summer Fridays. Vorig jaar zat er een masker in, het Overtime masker van Summer Fridays. En dit is de Cloud Dew. Een olievrije gel crème. Dus dat wil zeggen dat je heel veel hydratatie mag verwachten. Ja, klopt. Hydratatie met 3 types van hyaluronzuur, ceramide. Oké, hier gaat mijn huid heel erg blij van worden. Ik denk ook dat het geschikt is voor zo goed als elk huidtype. En ja, hydratatie, zeer, zeer belangrijk voor mij. Dus deze crème, die komt zeker en vast goed terecht. Ook met een spateltje voor de hygiëne. Wat zie je, zo'n mooie verpakking, zo'n mooie roze. Altijd blij om skincare van Oskia te zien. Zij maken mijn favoriete skincare, de Renaissance Cleansing Gel. Dat is de enige reiniger waar ik echt bereid ben om geld aan uit te geven. Maar dit ziet er mijn serum uit, het Isotonic Hydra Serum. Oké, opnieuw hydratatie, top. Hyaluronzuur, elektrolyten, aminozuur en ceramide. Je moet hem blijkbaar goed schudden voor gebruik. Je kan hem 's morgens, 's avonds gebruiken. Of als je huid extra hydratatie nodig heeft, een goede plumping boost nodig heeft. Ja, ik ben echt, echt dol op hydratatie. Ongeacht je leeftijd,
ongeacht alle anti-aging en weet ik veel wat allemaal, een goede hydratatie is veel geld waard. En zeker zo'n krachtiger serum, daar zitten zo wat meer actieve ingrediënten in. Ideaal. Ik denk dat ik hier heel blij mee ga zijn. We zijn meer dan half weg en we hadden al de shampoo en nu ook het conditioning masker. Deep conditioning mask zelfs. Dus opnieuw Briogeo, maar dan het Don't Despair Repair masker. Voor de lengtes en de punten. Want wat zit er allemaal in? Rozenbottel, amandel, arganolie, vitamine B en biotine. Dus echt wel goed herstellend voor droog en beschadigd haar. Hetzelfde formaat als de shampoo, dus ook iets dat je best goed kan testen. En als je dan zin hebt in meer, weet je meteen waar je aan toe bent voor de full size. We hadden high-end skincare en achter nummer 16 zit er wat meer betaalbare skincare en daarom niet slechter. Dit is The Ordinary. The Ordinary, ja, merk dat ik vooral ken voor het aanbieden van betaalbare skincare, maar ook een zeer groot gamma. Ik heb er al vaak naar zitten kijken, maar soms dan dacht ik van, het is gewoon te overweldigend. Dus ik ben blij dat zij voor mij gekozen hebben wat ik mag proberen als allereerste. Dit is hun niacinamide serum 10% en zink 1%. Dus een beetje vitamine en mineralen, maar ook anti-blemish. Dus anti-tallig en anti-onzuiverheden. Zou ervoor moeten zorgen dat de poriën geminimaliseerd worden. Dus eigenlijk wel een heel interessant serum voor mijn gemengde huid. Ook full size, dus zeer netjes. Dankjewel, Cal Beauty. Achter nummertje 17 schuilt wel een herhaling. Een andere geur, maar opnieuw een herhaling van vorig jaar. Dit is de Molton Brown bad- en douchegel. Vorig jaar was dat de roze geur en dit jaar is dat jasmijn en zonneroos. En ik vermoed, ja, terug een hele bloemige geur. Niet mijn favoriet. Ik denk dat de geuren van Molton Brown vooral heel erg bloemig zijn en dat is zo niet helemaal mijn ding. Weliswaar, dit is 100 ml full size. Ik ga die zeker en vast gebruiken. Maar ik weet eigenlijk al op voorhand dat dat niet zo mijn geur is. En dat ik die daarom ook niet opnieuw zal kopen. Maar nu dat ik hem heb, zal ik hem wel met heel veel plezier opgebruiken. Op dag 18 is het feest voor de make-up liefhebber. Maar echt feest. Want je krijgt gewoon een boel producten allemaal op dezelfde dag. Natuurlijk, in functie van de feestdagen is dat ideaal om je te preppen. Er zit ook een klein beetje skincare in van Fresh. En dat is een van mijn favoriete merken op dit moment qua skincare. Ik heb er al heel wat van gekocht ook. Dus hier ben ik weer blij mee. Het is een exfoliating face wash. Zo met een suikerlijn. Strawberry, dus yes, fijn formaatje. Dan hebben we een kwastje, een soort van kabuki kwast van It Cosmetics. Ook altijd goed. Laura Mercier. Een minietje van haar Translucent Loose Setting Powder. Dat is ideaal, dat werkt voor iedereen. Dat is een los poeder om te zetten en dat is eigenlijk een van haar bestsellers. Dus top. Een nieuwer make-up merk Vive. Dat is van Jamie Genevieve van op YouTube. Zij heeft ook wel wat andere producten, maar dit is blijkbaar haar Lip Dew Glossy Lip Oil. Een soort van verzorgende gloss, transparant, goud met zilveren glittertjes. Ik denk dat dat een hele mooie is om over lipstick te doen. Kijk, zo mooi goudkleurig Atelier Westman. Het is heel fancy make-up. Zo'n mooie taupe bruine oogschaduw. Een klein glansje, ik denk dat het een heel fijn kleurken is. Dat is zo neutraal, dat past voor iedereen. De bronzer der bronzers, NARS Laguna, maar dan in het mini. Maar kijk eens hoe schattig. Ah, kijk. Ik denk dat mijn kwast, mijn dikke bronzerkwast, past daar niet in. Maar misschien kan ik die wel als oogschaduw gebruiken. Zo'n beetje als transitiekleur. Yes, dat zou een goede zijn. Natasha Denona, geen oogschaduw, maar eyeliner. Haar Macro Blade Liquid Liner. Oké, ik hou wel van een mooie eyeliner. Dus als ik een scherpe eyeliner kan zetten, ben ik altijd gelukkig. Voelt ook redelijk heavy en high-end aan. Zo'n metallic van textuur. En, kijk, een klein vilte kwastje, puntje om goed uw eyeliner te trekken. Dus deze ga ik zeker testen. Ook in de test de bekende mascara van Too Faced, Better Than Sex. Die gaat voor super veel volume, dus ja, dan wil ik die zeker gebruiken. En dan, ja, ik denk dat dat zo'n beetje een hybride is tussen make-up en skincare. Barbara Sturm zat vorig jaar ook in de box, denk ik. Toen met skincare en nu, ja, de Glow Drops. Dat is een soort van hybride. Zorgt ervoor dat uw huid optisch er beter uitziet. Dus ik denk inderdaad skincare met een plus. Een skincare met een knipoog naar gloss, naar glow, naar make-up. En na alle make-up van dag 18 gaan we gewoon even vrolijk verder met dag 19.
Dit merk kende ik niet, maar toen dat mijn oog viel op het palet, had ik ook al zoiets van, oh wow, oké, this I want. Rouen, dit is een oogschaduwpalet met 4 kleurtjes, 75 degrees, dus een hero palet, zeggen ze zelf. 4 kleurtjes om zelf te mixen, op laagjes te werken. Glamour en glans, het zit in een wit fluwelen zakje. En is dan zo mooi, metallic, shiny. Kijk, dit is wat ik bedoel met, dat zijn kleurtjes die voor iedereen kunnen werken, neutraal. Ik zou persoonlijk liever dit hebben dan een soort van blauw of groen palet. Ook al zou dat heel tof zijn voor de feestdagen. Maar dit is iets waar ik veel liever mee speel en dat ik ook de rest van het jaar kan dragen. Mooie neutrale kleurtjes, waar dat ook een heel mooi glansje in zit. Dus yes, hier ben ik ook heel blij mee. Op dag 20 krijgen we denk ik een concurrent voor The Ordinary, dus de Inky List. Ook in mijn ogen iets van betaalbare skincare, uitgebreid gamma. Dit is een tranexamic acid night treatment en zou moeten helpen om hyperpigmentatie tegen te gaan. Op zich is dit wel heel duidelijk. Ze zeggen exact wat je moet doen, dus waar dat het bolletje gekleurd is, zie je van oké, dit is een treatment en je gebruikt het als laatste stap 's nachts. Serum mag je daarvoor gebruiken, maar geen andere crème. Dus eigenlijk om dit volledig zijn werk te laten doen. Interessant, ik ga dit zeker testen. Ik heb een aantal pigmentatievlekjes, dus ik ben benieuwd of dit gaat helpen. Skincare op dag 21 opnieuw met Youth to the People. Hun Superfood Cleanser. Oké, dit ziet er mij wel redelijk full size uit. Heeft blijkbaar een award gewonnen bij Allure. Reader's Choice, yes. Dus een superfood cleanser waar dat de ingrediënten koud geperst zijn, yes. En die je huid reinigen, die dat overtollig talg eruit halen en toch de huid in balans houden, de pH in balans houden en de huid niet uitdrogen. Oké, interessant. Lijkt me een goede gel cleanser voor in de ochtend. Ook een beetje eco-friendly. Een glazen verpakking, redelijk heavy, maar geen andere overtollige plastiek, geen pompje of zo, enkel zo'n klein dopje. 22, dit is Alginist. Ook dit is een merk dat ik me van die boxen heb leren kennen. Dit is een Genius Collagen Calming Relief. Oké, dus als ik op de naam moet afgaan, dan is het de collageenlijn, maar tegelijkertijd iets dat de huid ook kalmeert. Hydrateert, kalmeert. Heel veel meer uitleg staat er niet op. Ik zou het eens moeten opzoeken, maar het ziet er mij een basic goede crème uit die dat een beetje anti-aging doet, maar ook zorgt dat als de huid overstuur is, dat aangepakt wordt. Terug wat make-up op dag 23 en meteen een van mijn favoriete merken. Charlotte Tilbury. Dit is haar Eyes to Mesmerize. Dat zijn van die langhoudende crème oogschaduwjes met heel veel glans. En dit is de kleur Amber Gold. Full size uiteraard. Dit is zo een heel mooi potje. En Amber Gold gaat... Oh, mooi. Mooi, 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 mooi. Je ziet de glans er al een beetje in. Een beetje metaliek. Ik denk niet dat er echt glitter in zit. Maar vooral een mooie metallic finish. En wat ik leuk vind, is dat die heel goed past met de andere oogschaduwproducten. Dus dat paletje met die 4 kleurtjes en deze past perfect. Maar ook dat klein potje van Westman Atelier past ook perfect. Dus ik kan een keer mixen en matchen. Yes, heel blij met deze. Dag 24 is weer een heavy doosje met verschillende producten. En ik ruik al meteen iets. Ik denk dat dat deze is. Eerste product is Espa Grounding Crystals. Dat zijn van die badkristallen. Oh, ruikt super lekker. Heel aromatisch. Mooie roze kristalletjes. Die je dus in warm water doet in het bad. Dan gaan die oplossen in het bad. En een aromatische geur natuurlijk loslaten die je kan inademen om te relaxen, te mediteren en alle negativiteit loslaten. Oeh, yes. Deze is wel leuk. Ziet er wel echt high-end heavy uit. Gaat ook mooi staan in de badkamer. Ik denk dat dit doosje bedoeld is om je huid helemaal te preppen en je klaar te maken voor de feestdagen. Want we zitten dan intussen aan kerstavond, de 24e. Dit is Kate Somerville Exfoliate. Het is een van haar bestsellers, denk ik. Het is een intensive exfoliating treatment. Hollywood's 2-minute facial staat erop met een winkje, een knipoog. Dus ja, blijkbaar iets dat heel erg snel werkt met een mooi resultaat. Ik hou wel van exfoliatie, dus ik vind het wel fijn als er zo'n skincare in zit. Dan hebben we nog meer exfoliatie met Drunk Elephant TLC Framboos Glycolic Night Serum.
met AHA en BHA's. Dus opnieuw om ervoor te zorgen dat de huid echt wel tip-top in orde is. Medicate. Dat zat er vorig jaar ook in. Ik weet niet of het deze was, maar het was alleszins een soort van vitamine C serum. En dit is ook een vitamine C serum. C Tetra Lux. Vitamine C druppeltjes. Nu, als dat hetzelfde is als vorig jaar, dan is dat niet erg, want ik vond het eigenlijk een heel fijn serum. Echt super goede vitamine C. En dat is zo'n merk dat ik zeker nog meer wil testen. En meer van wil ontdekken ook. En dan als laatste, in doosje nummer 24, mijn favorietjes van Patchology. De Bubbly Eye Gels. Dus van die patchjes voor onder de ogen om je klaar te stomen, klaar te preppen, wakker te maken. Yes. Nummertje 25, de klepper. Dus kerstmis komt eraan, iedereen in een good mood. Cadeautje van Cult Beauty op 25 december is deze mooie geurkaars. Een beetje bloemig, een beetje vanille precies. Ik weet niet wat de blend is, alleszins loving. En het is van Bella Freud. Loving Fine Fragrance Candle, een full-size kaars. Ik hou van kaarsen, zeker in de herfst en in de winter zit ik heel vaak mijn geurkaarsen te branden. Dus deze gaat ook een mooie thuis vinden in onze woonkamer. Oké, voilà, dat was een massive unboxing van de Cult Beauty Adventkalender. Als je benieuwd was naar de inhoud ervan, hoop ik dat je hiermee toch wel heel wat info heb gegeven. Mocht je hem nog willen kopen begin november, krijg je nog een nieuwe kans, alleszins. Dankjewel voor het kijken naar deze unboxing. Vergeet je niet te abonneren en ik zie jullie heel graag terug voor een volgende video of een volgende vlog. Dag!